Het idee was een beetje gewoon om in plaats van de twintigers die de hoofdrol spelen op café te laten zitten. De film speelt al op een vrijdagavond en volgen twee meisjes de hele avond door. Maar we zijn een beetje vertrokken van het idee om alles een beetje metaforisch en prettig gestoord te doen. Een beetje Michel Gondry en Woody Allen, rare locaties. En ondertussen blijven de hoofdpersonages heel gezapig en realistisch. Lanterfant over de dingen des levens. Wat er tof aan is, is dat het ook gaat over weer een vrijdagavond of zo, maar dat die twee grieten een middeltje hebben om dat toch iets spannender te maken en dat je daardoor op dit soort locaties terechtkomt. Actie. Zeg jongens, zwijg eens even alstublieft. Hebben jullie Vincent gezien? Vincent? Vincent! Ja. En waar zit jij? Ik zie je niet. Ik ben hier. Waar? Hier. Ah. Zet erbij. Ja. Oh, mag ik ook een sigaretje? Goed. Ik ben zoveel te veel aan het roken de laatste tijd. Oké. Het voelt eigenlijk alsof, er komt een metafoor aan, alsof binnen 10 minuten een komeet voor eeuwig en altijd een einde maakt aan het leven op aarde en ondertussen zit ik op restaurant en mijn eten wil naar me komen. Maakt niet uit welk restaurant, in mijn hoofd is het altijd thuis. En ik ontdek dat ik naakt ben. Eigenlijk is in principe alles gestolen van bijvoorbeeld Woody Allen, min of meer alles. En ook heel wat Richard Linklater is eraan toegevoegd. Maar met het verschil in dat oneindig veel beter en briljanter en sneuwer is dan wat wij proberen te doen. Dus, Maar dat is wel tof om zo inspiratiebronnen te hebben. Yeah. En we zijn wel doelbewust op zoek gegaan naar die mix van die twee. Zo, om iets te doen hoe zo'n praatfilm op een andere manier gebracht kon worden dan buiten gewoon praten. En dat was eigenlijk het idee om het dan helemaal door te trekken naar... Plots is een vliegende ananas, een onbekende reden wordt die gevolgd door personages en zo. En dan belanden we in een bos en dan belanden we hier en daar. En het is eigenlijk een mix van zo de raardere dingen uit de jaren 60 of zo, wat Fellini-fantasie gecombineerd met dat realisme. Maar nogmaals, dat zijn de absolute goden en dit is veredeld amateurisme wat wij doen, maar met veel plezier. Maar het is wel straf dat het... Ja, dat je het durft en dat het kan. Ja. Super, ja. Super straf. Ik zie het niet vaak, ik kom op heel veel Vlaamse sets. En ja, ik heb niet vaak het gevoel van waar ben ik hier terecht. Ja, het is... Daarom, elke acteur die het scenario heeft gelezen, had wel denk ik zoiets van... Heel leuk. Een anders inderdaad. En dit is ook een beetje de schuld van onze decorbouwers die iets groter hebben aangepakt dan oorspronkelijk bedoeld was. En ik dacht aan een klein setje met lampjes voor het universum en zei, nee, we bouwen alles. We bouwen planeten van 2 meter. En dan zei ik, oké, fantastisch. En ook, we bouwen de Noordpool. En dan wordt die gebouwd. Dus voor een shot van ongeveer 10 seconden of zo hebben we de Noordpool gebouwd. Hier mee geklopt bij Bergman. Het moet high zijn als in van energie, maar het mag wel serieus. Ja, het mag serieus, ja. En inderdaad, ja. Want dat is het heel goed wat je deed zo net. Ja. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be. Cinefox.